Waar gaan we naartoe? Nederland. Naar? Nederland. Naar? Nederland. Ben dik hè, of niet? I don't even know what you're saying right now. Je bent in Holland, praat Nederlands en draag klompen. Ja, Jeho, dat snap ik wel, maar we moeten linksaf. Huh? Maar jij bent dat, huh? Ik wil een Sunday. Je wil een Sunday? Alsjeblieft. Maar het is donderdag. En de grap was zo slecht dat de jongen besloot weg te lopen. 6.5 hours later. Nee, James, wat? We zitten vast in de lift. We zitten vast in de lift. Alarm! We zitten vast in de lift. We gaan hier nooit meer uitkomen. Oh, we zitten gewoon. Nou, Jeho, dit zijn de hakjes die ik voor Soraya moet halen. Ik heb haar zo opgefokt de vorige keer in de Primark, ze kreeg de kans niet eens. Ik werd er emotioneel van. Maar nu kan ik ze dus voor haar halen en ze heeft maat 37. We need 37, my friend. Ja? Nou, kijk. Jongens, wat ben ik toch ook weer een good boyfriend. We gaan deze... Hij is een goed vriendje, hoor. Ik ben een heel goed vriendje. Leuke hakjes. Gaan we even afrekenen. Ik kom gaan kijken of nog wat leuks voor jou ligt. Nou, I don't need. Hey, wacht eens even. Wacht eens even. Heb jij laatst niet een outfit voor mij uitgekozen? Je weet waar ik naartoe wil, hè? Ik mag een... outfit voor... Ja, ik ga een outfit voor hem kiezen. Mijn naam is DutchTuber en welkom bij mijn beauty kanaal. Vandaag heb ik hier verschillende producten van de Primark. En vandaag ga ik die aan jullie laten zien. Oké, okay? Is duidelijk? Easy. De tas is gescheurd. De tas is gescheurd, meneer. Oh, lastig. Wat nu? Wat? Opladen. Op, u heeft... Dat is het niet. Tuurlijk. Het is gelukt. Nou, ik heb hier ook iets heel speciaals bij de Primark gekocht. Namelijk zogeheten Unicorn Strawberry Splash. En ik heb hakken voor Soraya gekocht. Als ze me hiermee aanvalt, ben ik dood. Dus dan moeten jullie allemaal mij weer tot leven wekken. Ja. Ik ben... Oh, ik heb gekke polsvries of zo. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Oh my god, dit is het lekkerste wat ik ooit... Jeho, dit moet je proeven, dit is bizar. Aye bro, go for it. You got this. Oh, hey, maar... Jeho! Wow! Hey girl! Luister naar me. Mark was het helemaal niet waard, hè? Helemaal niet. Dat wist ik al lang. Ik had het je al lang verteld, maar jij luisterde niet naar mij, dus ja. Ja, dat was een speciale ervaring. Ik wil weg. Ik heb jou gevonden, joh. Ben ik dat? Hij had dat mondje nog zo. Ik heb mezelf gevonden. Oh my god. Sneaky, geheime gozer. De verloren Dutchtuber na al die jaren te hebben gezocht. Maar wacht, wie is Tolgan en wie ben ik? Oké, luister. Jij houdt van de Flash en deze lijkt op, dus jij bent dat. Okay. En dit is Tolgan. En ik ben deze dief. Joop. Ja? Dat is niet de manier. Tuurlijk wel, ik ben beast. Oh my god, Chanel, na al die jaren heb ik je eindelijk weer teruggevonden. Joop. Ja? Dat is chocola. Is dat... chocola. What the fuck? Maar ik dacht dat het Chanel was. Dat is chocola. Joop, kijk. Dit is Chanel. Is dat Chanel? Wat? Nee. Wat is er met haar gebeurd? Nee, maar wacht, grapje. Nee, joh. Hey, mijn naam is Job en dit is DutchTuber 2.0. Jezus, je bent zo mooi. Oh yeah. Dat was niet de bedoeling om Jeho in verleiding te brengen. Jeho, nee. Ik vind het best wel beschamend om dit te zeggen, maar ik keek My Little Pony vroeger gewoon echt serieus toen ik jong was. Ik vond het de beste serie ooit. Is dit raar? Waarschijnlijk wel. Oh my god, kijk deze kuiken. Hij voelt zich alleen, hij heeft het koud en hij heeft geen baasje. Kuikentje, ik neem je mee. Oh Jeho, kijk dit konijntje. Wat een eind toch, man. Dit beestje zou echt nooit iemand kwaad doen. Hey, wil je even rustig? Doe eens even normaal. Oké, ik krijg je ook gewoon terug nu. Ah, de frisse wind, de lekkere zee en de warme zon. Ik ben op vakantie. Je bent ten extreems. Wist ik zelf ook wel. Ja, jongens, ik kan wel zeggen dat ik trots ben. Ik bedoel, 10 minuten geleden lag hij nog in de winkel en zag ik hem daar zo eenzaam en alleen. En nu heb ik hem eindelijk. Ik wil hem echt nooit kwijt. Oh. Jeho, luister. Dat is mijn kindje. Ik wil... Jeho. Oké. Het is genoeg. Wat heb jij veroorzaakt? Hield je van me of niet? Nee, hè? Oké, het is genoeg. Het is klaar. Oké. Kuikentje kan er niks aan. Oké, hij ziet er nog zo goed als nieuw uit. Jongens, er is niks aan de hand. Je ziet gewoon nog dat het een kuik is. Kun je even normaal doen, joh?